Een tot duiker omgebouwde 40 voet container met extra versteviging zal als tijdelijke oplossing worden gebruikt voor de wegverzakking te Jaglust in het district Kommewijnen. Een groot deel van de weg is gisteren door de aanhoudende regens afgebroken en bijkans geheel weggespoeld. Districtscommissaris Mohamed Shafiq Rajab van Kommewijnen zei vandaag aan onze nieuwsdienst dat ze graag een duurzame oplossing wilden hebben. Maar om te voorkomen dat het verkeer te lang wordt gestremd, is er gekozen voor deze tijdelijke oplossing. Wat dit container zal zijn als een tijdelijke oplossing om het water van de plantage naar de rivier te krijgen en weer naar de plantage. Want je moet een tijdelijke oplossing hebben. En u ziet het zelf, we hebben tot vanmorgen laat gewerkt en weer vroeg opgestaan om te komen werken. Maar we zijn afhankelijk van het watergetij. We wachten even totdat het een beetje eb wordt en dan gaan we het werk dan met man en macht op een snel tempo dan proberen klaar te krijgen. Ik hoop dat ik vandaag toch deels 80% of 90% kan halen mijn target en dan is het maandag al rijbaar hier voor de burgers. U ziet zelf die constructie waarbij dan die zware materialen zeker erover kunnen. En dit zal een tijdelijke oplossing zijn, want wij willen zeker van het district een duurzame oplossing. Ik herhaal nogmaals. Ik wil een betonnen beschoeiing ook hier hebben en alles moet van beton zijn, damwanden dan. Het moet geen probleem meer hebben voor drie, vier jaar. Het moet gewoon 20 tot 40 jaar voor ons onderhoud vrij zijn. VHP-parlementariër van Kommewijnen, Roy Mohan, zegt dat de weg decennia lang onprofessioneel is aangepakt. Ramp voor meer zorg Kommewijnen, omdat dit een belangrijke verbindingsweg is vanuit het oostelijk deel naar de stad toe. Dus ik heb ook al die instanties ook zeker gebeld om dit proces te versnellen, omdat dit een belangrijke verbindingsweg is. Er komt een ad hoc oplossing natuurlijk nu, maar wij willen zeker een structurele oplossing, een duurzame oplossing, waardoor we niet telkens hierin gaan investeren. En dit is wat we zien hier. Is een tijdelijke oplossing. Er wordt een container dwars eroverheen geplaatst en wat constructiewerk. Maar we gaan zeker naar een structurele oplossing vragen. En ik denk dat de minister ook zover is om zeker dit op de begroting te plaatsen. En ik hoop dat de bevolking ook wat geduld zal betrachten hierbij. Want dit zijn onvoorziene dingen die gebeuren. Maar als er onderhoud gepleegd moet worden, moet er zeker goed geïnvesteerd worden, professioneel aangepakt worden. Waardoor we dus ook geen kapitaalvernietiging hebben. VHP-parlementariër Roy Mohan. De werkzaamheden worden morgen voortgezet in de hoop dat de weg maandag weer begaanbaar is.